Zondagmiddag, het grote auditorium in het academiegebouw van de Universiteit in Leiden. Tijd voor de historische lezing van de 3 Oktobervereniging. Naast mij zit Henk den Heijer. Hij heeft een bijzondere functie sinds kort. Hoogleraar maritieme geschiedenis. U bent de enige, hè, in Nederland? Ja, dat klopt. Nederland heeft een groot maritiem verleden. Maar er is maar één hoogleraar maritieme geschiedenis in Nederland. En dat is niet eens een vaste leerstoel. Maar na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, hebben 3 historici die leerstoel bekleed. En u bent die derde? Ik ben de vierde. U bent de vierde, oké. Okay. En vanwege die maritieme geschiedenis, waar u heel veel van weet, bent u dit jaar gevraagd door de 3 Oktobervereniging om een lezing te houden over eigenlijk de organisatie achter het ontzet van Leiden. Ja. De watergeuzen die hebben Leiden ontzet op 3 oktober 1574. Dat is wat we allemaal weten. Maar daar houdt het bijna mee op. Wat zat daar eigenlijk allemaal achter? Ja, wat vrij onbekend is nog hoe dat hele proces in zijn werk gegaan is. Hè. Ik wilde graag weten, en dat is ook het onderwerp van de lezing, hoe nou de hele voorbereidingen zijn geweest. Of men nou echt een soort masterplan had. Ja. Of dat er sprake was van, nou ja, we graven de dijken door. En daarna zien we wel hoe we al het materiaal bijeen krijgen om Leiden te ontzetten. Dat betekent een grote hoeveelheid schepen, wapens, manschappen, voedsel om mensen te voeden. Mm-hmm. En ja, ik heb met een stel studenten daar onderzoek naar gedaan vorig jaar. En wat bleek natuurlijk, dat er eigenlijk alleen maar een simpel plan was. We graven de dijken door in de hoop dat het water tot aan Leiden komt. En we met een vloot tot Leiden kunnen komen. Maar voor de rest was er niets geregeld. Pas toen die gaten gegraven waren, moest men nog gaan bedenken welke schepen en wapens en andere zaken nodig waren. En welke dijk werd er dan doorgeprikt, zal ik maar zeggen? Nou, in eerste instantie werden de zeedijken doorgeprikt. Dus dat zijn de dijken van de rivieren waar het zeewater binnenstroomt. Waar? De Maas en de Hollandse IJssel. Ja. Dus in de buurt van Schiedam, Delfshaven, Rotterdam zijn 16 gaten gegraven in de zeedijken. En toen kon het zeewater de polders instromen. En toen kwam het hele gebied tot Leiden onder water te staan. Ja, dus nou niet meteen, want wat men niet wist was dat er allerlei dijken tussen de zeedijken en Leiden waren, lagen. Ze wisten wel het bestaan van die dijken, maar hoe hoog ze waren en waar ze precies lagen, en dat is natuurlijk heel vreemd, daarvan waren ze niet goed op de hoogte. Dus ze moesten telkens dijken tussen polders doorgraven om van het ene gebied naar het andere te komen. En daar waren honderden, bijna 1000 mensen voor nodig om al die gaten te graven. En ging dat zonder problemen of waren dan daar bijvoorbeeld ook nog Spanjaarden die probeerden om dat te voorkomen? Nou, een aantal dijken dat lukte zonder problemen, maar bij een paar dijken moest echt hard gevochten worden om toegang te krijgen tot het gebied wat daarachter lag. En dat is niet altijd gelukt. Ook bij Zoetermeer, toen men het Zoetermeerse meer op wilde, nou, daar zijn ze dus teruggeslagen door een strijdmacht van de Spanjaarden. En toen moesten we een hele nieuwe route gaan ontwikkelen. Ja. Via de zogenaamde Zegwaartse weg. Zegwaart bestaat nog steeds als naam in de buurt van Zoetermeer. Dus via een omtrekkende beweging moesten ze doen een nieuwe weg gaan zoeken. En zo is dat meerdere malen gebeurd. En waar zijn ze nou precies begonnen, die watergeuzen? Nou, ze hadden 3 uitvalsbases, logistieke centra. Rotterdam was de belangrijkste stad en daarnaast Delft en Gouda. Dus van 3 steden uit is men begonnen met de opmars naar Leiden, zeg maar. Ja, het bijeenbrengen van materiaal en de opmars naar Leiden. Met hoeveel mensen? Ja, er zijn op zijn minst 8000 mensen bij betrokken geweest. Dus het gaat om soldaten, roeiers, gravers. En daarnaast natuurlijk nog heel veel mensen die moesten zorgen voor het proviant, voor de wapens en dergelijke. Dus het ging om vele duizenden mensen. Terwijl de steden in die tijd eigenlijk maar heel weinig inwoners hadden. Dus op die steden kwam een enorme druk te liggen. Om duizenden mensen extra te voeden, te onderhouden in de tijd van die operatie. Maar dat lukte dus wel? Ja, nou ja, het is wonderlijk dat het gelukt is, want het had natuurlijk net zo goed niet kunnen lukken. Maar het is uiteindelijk gelukt. Want het plan met die dijken doorsteken om Leiden te ontzetten via ondergelopen polders eigenlijk, ja, dat was een experiment eigenlijk. Ja, kijk, meestal, je noemt dat inundatie, hè, het onder water zetten van land. Ja. Denk maar aan een slotgracht om een kasteel heen, of om een vestingwerk, een stad, een singel. Dat waren altijd defensieve middelen om de vijand tegen te houden. Die kon niet over het water heen. Wij hadden ook de Hollandse waterlinie. Maar hier was het water zelf het aanvalswapen.
Dus het water en de schepen die er overheen moesten gaan. Dus dat is een omkering van de situatie. En is er nou hevige strijd gevoerd bij Leiden om nou uiteindelijk dat ontzet te bewerkstelligen? Nou, heel weinig. Dus alle wapens die ze hebben verzameld en hebben ingezet, die hebben nauwelijks dienst gedaan. En als ze dienst deden, ging het vaak mis, zoals bij de Voorweg, bij Zoetermeer. Alleen vlak voordat het Leiden ontzet werd, daar werd nog wel gevochten, bij Zoeterwoude. Maar heel veel dijken werden zo zonder slag of stoot genomen. Dus die geuzen die zijn op een gegeven moment echt met duizenden bij Leiden aangekomen? Ja, ja. Op een gegeven moment zijn de Spaanse troepen, het waren ook niet echt Spaanse troepen, de bevelhebbers waren Spanjaarden, maar het waren huurlingen, het waren Duitsers, Italianen. Maar dat gold voor de geuzen geloof ik ook, hè? Ja, het waren allemaal huursoldaten. Maar die waren gevlucht voor die troepenmacht die eraan kwam. En achteraf kan je je afvragen of dat nou wel een verstandig besluit was. Voor die Spanjaarden dan? Voor de Spanjaarden, want in die schansen zaten ze toch heel goed beschermd. Ja. En toen waren ze er vandoor, de geuzen bereikten Leiden en toen vonden wij de hutspot op Lammenschans. Ja, dat is het einde van het verhaal, zeg maar. Ja. Een mooi romantisch verhaal. En het lijkt alsof het een meesterlijk plan was, waarin alles goed verliep. Maar het tegendeel is waar. Dus we hebben erg veel geluk gehad. Dat kan je wel stellen, ja. Oké, dank u wel. En een goed ontzet. Ja, dank je.